Hoi allemaal, het is vrijdagavond en ik ben weer vergeten te vloggen vandaag. Maar nou, het is nu vrijdagavond, ik heb net mijn make-up eraf gehaald. En vandaag een hele normale dag met gewoon naar het werk. En Sven ook. Sven die zit op de tablet te kijken. Ik ben net terug van de bioscoop. Ik was even met het beste vriendinnetje naar de bios, heel gezellig. We gingen naar Allied. En met hoe heet ze ook weer? Marion Courtejaar en Brad Pitt. Ja, ik vond het wel een hele goede film. Ik zag dat hij op IMDb een 7,1 had. Nou, wat voor mij al wat hoger, maar ik vond het echt wel een mooie film. Ik had helemaal niet, we hadden geen idee waar we heen gingen. Ze zei van, vandaag heb je zin om naar de bios te gaan. Nou, gezellig. Oh, dit is wel mooi. Nou, goed, anyhow. Ik dacht, nou, gezellig. Dus dat hebben we gedaan. En we keken welkom een beetje een voordelige tijd draaien. Dat was deze. Morgenochtend ga ik zoals altijd zoombaden. En daarna gaan we, ik weet niet, iets gezelligs doen met Nils, denk ik. En zaterdagavond gaan wij naar Wim Helsen toe, een cabaretier in de Schouwburg. En daarvoor gaan we even lekker uit eten samen. En Niels logeert bij mijn ouders, dus daar hebben we ook wel heel veel zin in. Even een avondje weer eens met z'n tweeën. En zondag hebben we geloof ik nog geen plannen, dacht ik. Weet ik eigenlijk niet. Maar ja, gewoon een heerlijk weekendje voor de boeg. En nou, lekker even met Niels op pad morgen. Ik heb geen idee wat we gaan doen, maar dat zien we nog wel eventjes. Ja, dus nou ja, ik wens... ja, jullie kijken natuurlijk door, dus ik wil zeggen, ik wens jullie een fijne avond, maar dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Ik ga gewoon nog even lekker op de bank zitten nu. Het is nu 10 uur of zo, nog even lekker op de bank zitten en dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn wakker. Het is een beetje een zooitje, dus gaan we zo even opruimen. We zijn een broodje van Niels aan het maken en ontbijt voor onszelf. De waterkoker staat aan als je denkt, wat hoor ik? Ja, lekker geslapen heb vannacht, lieverd. Ja, lekker geslapen. Zometeen ga ik zumba. En daarna moet ik even kijken welke volgorde precies. Maar ik heb in ieder geval met het vriendinnetje nog even afgesproken. Want Sven zou er eigenlijk niet zijn vandaag. Dus ze zou even hier langskomen. Maar nu Sven er is, gaan we denk ik gewoon even met z'n tweeën. En dan gaan we nog even gezellig iets met z'n drietjes doen. Met Sven en Niels. En dan gaat Niels dus naar mijn ouders. Maar dat had ik gisteren al gezegd. Dus ja, verder gaat het goed. Ik heb alleen een hele opgezette buik. Ik ben weer de lactose aan het mijden, maar nog steeds blijft hij erg opgezet. Het is een beetje irritant. Voor wie het niet weet, ik ben lactose intolerant, maar ik heb het eigenlijk sinds de zwangerschap heb ik het een beetje gelaten. Omdat ik gewoon, ik love kaas en zo. En ik had zoiets, als je zwanger bent heb je toch niet door dat je opgezet bent. En nou, ever sinds zit ik weer aan de lactose, maar ik merk dat het niet goed gaat. Dus ik ben het nu weer aan het stoppen, maar dat haat ik. Maar we doen het maar gewoon. Niels zit lekker te eten. Ik wilde eigenlijk met z'n allen lunchen. Maar hij had zo'n honger en Sven is nog niet terug van de kapper. Dus ik, nou, hoppatee. Ik ben inmiddels terug van de Zumba. Ik ben opgemaakt. Ik moet alleen nog even mijn haar doen en iets aantrekken. Uiteindelijk, ik zou eigenlijk gaan even thees gaan doen met een vriendinnetje ergens anders. Maar uiteindelijk komt zij hier. Want dan kan Sven gewoon even rustig boodschappen doen en zo. En omdat in principe Niels tussen de middag slaapt. Maar nu was hij vanmorgen weer moe. Dus nu heeft hij vanmorgen geslapen. Dus ik weet niet precies hoe het schema gaat. Laat je ding maar aan, lieverd. Zo, hoppatee. En dus ik ga me nu even aankleden. En nou, mijn haar ga ik zo ook nogal feunen. Maar eerst even een beetje opruimen, want ineens krijgen we bezoek. En ik wilde het vandaag sowieso doen, maar nu moet het even nu. Wij gaan even boodschappen doen. Ik heb inmiddels me aangekleed. Dit is mijn outfit of the day. Deze trui van Hennes. De broek van Primark. En... mijn Nikes. Dus dat. Oh ja, en mijn nieuwe kettingje. Kijk. Met de letter N van Niels, uiteraard. En hij is van Not On Tuesday, heet het volgens mij, aan mijn hoofd. En ja, Rosé Goud, love it. Vriendinnetje is net weg. Ik ben helemaal vergeten te filmen. En nu gaan we in het donker even Niels wegbrengen. Even de buggy mee. Opa! Zien jullie nog iets van mij? Nee, zeker. Nou, ik ga nu weer het licht in. Dan kunnen mijn ouders ook nog even met hem wandelen en zo. Als ik hem eruit krijg. Zo. Hè. Hoppatee. Dus dat. En ik heb nog dingetjes gekregen. Eén broek. Gewoon een basic grijze broek. En dit jurkje. Kijk hoe ik dat nou kan laten zien. Met streepjes. En dan is hij hoog aan de voorkant. En dan gewoon strak bij het lijf. En dan loopt hij wijd uit. En dan aan de rug heeft hij... Oh, nu staat de rits open. Maar hier kan je het wel zien. Het wat lagere rug. Superleuk. We ruilen wel vaker kleding uit. Want zij is... een stuk kleiner dan dat ik ben. Dus dingen die voor mij te kort zijn, die krijgt zij. En dingen die voor haar te lang zijn, die krijg ik. Maar zij heeft ook weer een zus die juist weer heel lang is. Dus deze dingen waren dan weer te kort voor haar zus. En die krijg ik dan weer. Nou. Dus nou, we gaan op pad. Het is tegenwoordig niet meer zo'n volksverhuizing. Maar hij heeft natuurlijk minder nodig. En mijn ouders hebben ook dingen staan. Dus dat is fijn. Ben je klaar voor Niels? Lekker eten. Nou, nu nog niet. Nu nog leeg. En het regent heel hard. Die past die. Het is een beetje donker, maar het past nog maar net op ons kleine tafeltje. Nou, ja, dit was, kan je niet zien, maar dit is echt het recept van hier. Dit is een verteller tot uit. Het is een beetje kan zien, maar dan echt... Nou, Sven gaat er voorbij. Nou, is niet extra niet te zien. En de volgende gang, ja, het is niet te zien, maar het is risotto en penne. Die zin is er. Hallo, het regent. We hebben heerlijk gegeten en we gaan nu naar de Schouwburg. Het is echt verschrikkelijk. Oh, dit is beter. Dit is beter, Sven. Heerlijk weer. We zitten. Je ziet ons niet. Sst, we gaan beginnen. Wacht. Oh, wacht. Goedemorgen, het is zondag en het is nu 8:50 en het huis is leeg en rustig. Mittens na, die nu een beetje loco wordt. Ik heb even lekker met Mittens geknuffeld, echt helemaal onder de haren. Sven ligt nog te slapen. Ik was eigenlijk gewoon om 7 uur wakker. Ik heb super hoofdpijn. En we hebben gisteren na de voorstelling... Die echt heel grappig was. Vooral Sven lag echt op de grond. Het was Wim Helsen. Ik weet echt niet of ik dat gezegd had. Een Belgische cabaretier. En Sven lag echt op de grond. Het is iets meer Sven's humor dan mijn humor. Maar het was wel heel grappig. En we hebben daarna nog even een drankje gedaan in de kroeg. Gewoon 2 biertjes. Maar het was Jupiler. En ik krijg er altijd zo'n hoofdpijn van. Niet te geloven. Nou goed, dus dat heb ik nu. Ik voel me verder prima. Maar... Ik krijg daar gewoon, ik zei nog tegen Sven, oh nee, Jupiler, daar krijg ik altijd zo'n hoofdpijn van. Dus nou ja, goed, maakt niet uit of ik er 1 drink of maakt niet uit of een paar, zeg maar. Ik krijg gewoon standaard hoofdpijn van Jupiler. Helaas. Nou, Niels is dus bij mijn ouders. Ik zal zo eens even bellen hoe het is gaan, maar ongetwijfeld goed. Het is zo te zien best wel lekker weer buiten. Vandaag ben ik in ieder geval aan de site. Nog een beetje, het huis is verder helemaal aan kant, maar ik wil nog even stofzuigen en zo, wasjes draaien, de usual business voor in het weekend. En ja, ik denk dat we even iets leuks met z'n drieën gaan doen. Ik weet nog niet wat. Hadden we nou nog iets verder op de planning? Ik weet het eigenlijk niet meer. Volgens mij niet. Maar ik neem jullie gewoon weer mee. Dus ja, Sven ligt nog te slapen, dus ik denk dat ik gewoon eventjes zelf een ontbijtje ga maken. Eigenlijk zou ik nu mijn hit-workout moeten doen, maar het is best wel zeg maar met springen en bukken en doen. En ik zie dat gewoon nu niet echt zitten met hoofdpijn, dus ik denk dat ik dat vanavond doe. Dat maakt natuurlijk niet uit wanneer ik het doe, als ik het maar doe. Dus ik denk dat ik het vanavond doe, want ik denk dat ik nu gewoon letterlijk, dat was minstens, letterlijk flauw val als ik dat doe. Dat moeten we niet hebben. Dit heb ik nog helemaal niet laten zien trouwens. We waren afgelopen dinsdag 7 jaar samen. Jazeker. En ik kreeg van Sven dit kaartje. My heart is wherever you are. Een soort houten plankje. Met natuurlijk tekst erin. Laat het staan. Zo. En ik heb hem deze gegeven. Niet de juiste vinden, maar de juiste zijn. Dat is het grote huwelijksgeheim. En nou is het niet een heel stoer mannelijk kaartje. Maar ik vond de tekst heel leuk. Omdat we nu zo lang getrouwd zijn. We zijn 7 jaar samen, niet getrouwd. Dus, maar ik vond het zo'n leuk kaartje dat ik hem gewoon wilde doen. Dus. En ik kreeg van Sven deze bloemetjes. Gerbera's, mijn veef. Uiteraard in het roze. Hey mittens. Hoorde je dat? Ja. De mensen vinden trouwens... in tegenstelling tot andere katten alleen maar fijn als je aan haar staart zit. En ze vindt maar als ik mag haar. Kom maar. Ik mag haar overal zeg maar aaien. Maar bij mensen zeg maar die ze niet kent. Kijk, de plumau hè. De plumau. Ja, dat is een mooi touwtje inmiddels. Ja. Ik mag er zeg maar bij alles aaien, alleen als ze mensen nog niet kent, dan alleen de staart. Dat is zeg maar niet wat zeg maar, niet heel normaal is voor katten. Meestal geven katten eerst zeg maar hun hoofdprijs, maar dat is bij jou anders inmiddels. Kom maar. Oh, fluffy balls. Horen spinnen. In de badjas Wie is de Mol kijken. Genieten. Hè Sven? Absoluut. Absoluut. Nou, filmpje bewerkt. Ik ga er nu zo nog één doen. Ik wilde eigenlijk ook eentje opnemen, maar dat kan nog niet. Mijn ouders zijn nu onderweg, dus die zijn er binnen een half uurtje. Ze zeggen nog even dweilen. Ik heb al stof gezogen. Ik weet niet hoeveel wasjes gedraaid. En ja, dan is Niels er weer. En we dachten misschien even met de buren wat gaan drinken, maar wordt hem denk ik niet, dus we gaan even kijken wat we dan gaan doen. Het is op zich wel lekker weer, maar hij heeft natuurlijk vanmorgen en dan nu alweer gewandeld met mijn ouders. Dus misschien is dat een beetje veel. Misschien even naar de kinderboerderij of nou, moeten we even zien. En ja, haar toch even gewassen, want ze rook al een beetje kroeg. Dus ik denk, nou toch maar even wassen. Normaal was ik ze gewoon 2 keer in de week, en dan op zaterdag en woensdag. Maar goed, nu eventjes dan een extra keertje. Ik heb een shirt aan van Stradivarius en een legging. En dat doe ik niet aan als ik naar buiten ga. Maar voor nu vind ik het wel even best. Dat werkt makkelijk. Dit zit lekker bij Sven. Hij meet niet. En ik ben aan de site aan het werk. Vlog aan het bewerken. En ondertussen foto's hierop aan het zetten van mijn telefoon. En Niels zegt nog even te slapen, want hij was eigenlijk heel erg moe. Maar wel heel fijn dat hij weer thuis is. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat al gezegd had. Niels is er in ieder geval weer. Super vrolijk. Alleen hij was gewoon heel moe. Dus we hebben hem nog even een broodje gegeven. En toen, op de achtergrond trouwens voetbal. En toen lekker in bed gelegd. En ik weet niet, hoe lang hij nou slaapt? Geen idee. Hij is op zich al wel vrij veel naar buiten geweest, maar het is heel lekker weer en ik wil ook graag nog wel even naar buiten. Dus we hadden bedacht dat we gewoon even hier vlakbij zijn speeltuintjes, dat we daar gewoon even lopend heen gaan. Niels gewoon tegenwoordig natuurlijk ook wel een beetje stappen. Dus ik probeer nog echt even vast te leggen trouwens, dat je hem ziet lopen. Maar het is heel lastig vast te leggen, want hij vindt het allemaal heel spannend. Dus hij loopt dan een paar stappen en dan nou, laat hij zich weer ten aarde storten. Sven die heeft net weer allemaal hapjes gemaakt voor Niels. Dit is pasta met bonen en gehakt. Zoiets voor Niels. En dit is met zalm en rode bietjes. Stampot, toch? Stampot. Dus hij heeft net deze al op. Vond hij lekker. Dus het is weer een succes. En dat komt dus uit. Waar is het kookboek heen? Uit deze. Opperpop. Basiskookboek van Albert Heijn. Nou, Niels is lekker een boekje aan het lezen, zoals je hebt gezien. Hij heeft net lekker gegeten. En wij gaan zo ook lekker eten. En dan eet Niels nog een beetje mee. En ik ga make-up eraf halen, maskertje opdoen zo. En dan... Hij stond zo, jee, stond hij bij het boek. Goed, ik vind het een heel mooi verhaal. En dan was het alweer voor deze week of dit weekend. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik zou het fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. Dat kan door hier op mijn gezicht te klikken. En dat zou ik super leuk vinden, dus doe dat vooral. En er is ook iets misgegaan met abonneren, waardoor bij YouTube en waardoor zeg maar niet iedereen die geabonneerd was nog steeds geabonneerd is. Dus als je dacht geabonneerd te zijn, check even, of als je geabonneerd bent, check even of je dat nog steeds bent. Want dat is dus een tijdje misgegaan en nou, daardoor heb ik in ieder geval ineens minder abonnees. En dat geldt voor heel veel YouTubers. Dus check dat vooral eventjes. En nou ja, zou het super leuk vinden als je wilt. En toen was mijn batterij leeg. Maar ik wilde zeggen, ik wil jullie in ieder geval nogmaals ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie volgende week. Doeg!